Goedenavond lieve mensen, Tanja hier. En in deze video wil ik het hebben over een verslaving waar zoveel onder ons liever aan lijden. En hier is een van mijn twee camera's die het niet zo goed doet. Oeps, nog even kijken of ik het alsnog goed krijg. Nee, dat zal niet lukken. Oké, geen enkel probleem. Dus vorige week heb ik het gehad over waarom kaas je dik maakt. En ik heb daar ontzettend veel reacties op gekregen. Vooral van dames. Er zijn ontzettend veel dames die dagelijks kaas eten. En door wat ik in de vorige video heb verteld, hadden die zoiets van, oh my god, nu weet ik waarom ik dik word. Of dikker word. Of niet kan afslanken. Of dat dan de enige reden is, dat wil ik nog in het midden laten. Maar het zal er waarschijnlijk toch wel een belangrijke rol in spelen. En als je de video hebt gemist, dan moet je maar even terugscrollen hier op de pagina. Dan zal je hem zeker tegenkomen. En ik zal sowieso ook het linkje van die video hieronder posten. Maar dus, ik had het al aangekondigd. In deze video wil ik het hebben over, ja, maar waarom zijn we daar nu zo verslaafd aan? Want in het 6 weken programma, dat waar op dit moment de beta launch van loopt, met een 10-tal dames. In die 6 weken gaan we gedurende 24 dagen alle zuivelproducten integraal schrappen uit de voeding. En ik denk dat dat de lastigste is voor iedereen, of voor de meesten, dat ze zeggen van, oh, die kaas, en ik eet zo graag kaas en ik mis mijn kaas. En mag ik dan geitenkaas en mag ik dan schapenkaas en mag ik echt geen kaas? Dus het ligt moeilijk, maar het is absoluut wel zeker de moeite om die eens een keer 24 dagen in dit geval uit je voeding te halen. Om dan daarna op een gecontroleerde manier gaan we die dan herintroduceren om te kijken wat het doet met je lichaam. Want we monitoren al die dingen. We kijken wat zijn je klachten ervoor, wat zijn je klachten erna en is er een verschil enzovoorts. Want mijn grote betrachting met mijn programma is dat jullie, dat mijn coaches, dat de beste onderzoekers, de researchers worden van hun eigen lichaam. Want alleen op die manier doe je inzichten op die een veel diepere impact hebben als dat ik het gewoon zou zeggen. Mijn bedoeling is dat de mensen een set van nieuwe gewoontes en inzichten meekrijgen waar ze dan de rest van hun leven mee verder willen, omdat ze zich zo goed voelen. En dus, in dat traject hebben we... Hi Henny, leuk dat je kijkt. En hier heb je zitten op wachten, hè? Ik weet het. Ik weet het. Het komt. Maar hou je vast. Ga zitten. Want volgens mij ga je schrikken. In elk geval, ik ben geschrokken toen ik hier ben gaan overstuderen. Want ik wist het allemaal niet. Ik ben ook gaan zoeken van waarom zijn mensen daar nu zo verslaafd aan die kaas? Waarom is het in godsnaam zo moeilijk om die kaas te laten? Wel, het wordt straks duidelijk. Maar het gaat ogen openen. Echt waar. Ik meen het. Oké, om te beginnen. Wat is kaas? Dag Jannie. Om te beginnen, wat is kaas? Wel, je start met melk. Je giet dat in een grote kuip. En je voegt daar wat bacteriën aan toe. Met de bedoeling om een fermentatieproces op gang te brengen. Dus dat fermenteren, dat is eigenlijk de suikers of de lactose in de melk gaat beginnen fermenteren. Dat geeft ook die funky geur aan de kaas. Wat gooien ze er dan nog bij? Ze gooien er lepstremsel bij. En lepstremsel zorgt ervoor dat je kaas gaat stollen. Het is te zeggen dat de vetten en de eiwitten in de melk gaan stollen. En dat de vloeistoffen dat zich gaat afscheiden van de vloeistoffen. Nu, dat lepstremsel, dat wordt gehaald uit de vierde maag van een pasgeboren kalf, dat dood is. Daar wordt dat stremsel uitgehaald. Nu, omdat dat een duur ingrediënt is, worden de dag van vandaag de meeste kazen gemaakt met een genetisch gemodificeerd alternatief voor dat stremsel. Maar er zijn een aantal kaasfabrikanten die er nog altijd prat op gaan en die er heel trots op zijn dat zij nog altijd met het echte lepstremsel van de... Oh ja, je zit in IJsland, zeg. Ongelooflijk. Oh, mijn show wordt bekeken vanuit IJsland. Hoe geweldig is dat? Dus,
de dag van vandaag wordt er heel vaak een alternatief gebruikt, namelijk een genetisch gemodificeerd stremsel. Wat dan overblijft als dan het stukje gestold is, wat dan overblijft en wat afgevoerd wordt, is wei. En wei is een mix van water, van lactose en van nog wat andere dingen. En dan heb je basically kaas. Dus wat je hebt gedaan is eigenlijk van vloeibare melk heb je een vaste vorm gemaakt. Met als gevolg, wat heb je dan? Je hebt verhoogd aantal calorieën. Je hebt veel meer vet. Je hebt geconcentreerde eiwitten. Je hebt veel meer cholesterol. En je hebt ook een verhoogd zoutgehalte. Ze doen er ook nog eens een pak zout overheen, namelijk. Ik zal je straks vertellen waarom dat is. Dus zo wordt kaas gemaakt. Nu, waarom word je daar dan zo verslaafd aan dat goedje? Wel, volgens... ik heb een heel interessante bron gevonden van iemand die daar ontzettend veel onderzoek naar gedaan heeft, die daar zelfs ook een boek over geschreven heeft. En dat is Dr. Neil Bernard. En die heeft het boek geschreven The Cheese Trap. Het is een heel interessant boek. Ik heb het doorgenomen. Ik heb het niet helemaal gelezen. Maar er staan ontzettend veel interessante dingen in. Dus als je hier meer over wil weten, dan moet je zeker dat boek lezen. Het bestaat geloof ik alleen in het Engels. Maar dat moet wel lukken. Goed, dus hij zegt... Er zijn drie factoren die maken waarom je er zo verslaafd aan geraakt. En dat is 1. Zout. 2. Vet. En 3, casomorfines. Hou u vast, straks meer daarover. Zout, dat wordt daar in grote hoeveelheden opgegooid op die kaas en vermengd. Waarom? Om de bacteriën af te remmen in het verteringsproces. Want als ze vlotjes zouden doorgaan met verteren, ja, dan krijg je geen kaas, maar dan krijg je een soort brei of een soort pap. En dat willen ze niet. Dus dat zout remt dat fermenteren door die bacteriën af. Bovendien is het zo dat mensen houden van zout. Mensen houden van suiker en mensen houden van zout. Vet. Denk aan hetgeen wat aan je vingers zit als je pizza hebt gegeten. Mensen houden van vet. Mensen houden van vet en zout. Denk maar aan chips. Denk maar aan pizza. Denk maar aan frietjes. Mensen houden daarvan. En dan, nu wordt het interessant, tenminste dat vind ik, die casomorfines. Casomorfines, wat is dat? Dat zijn opiaten. Pas op, er komen een paar moeilijke woorden, hè, maar ik ga ze verklaren. En ik ga jullie ezelsbruggetjes geven. Noemt dat zo? Heet dat zo? Ik weet niet meer. Om het gemakkelijk te onthouden. Dus caso, van kaas, morfines. Hoor dat al komen? En dat zijn opiaten. Opium. Ja, we zitten in die orde grootte. Dat zijn opiaten, zijn opiumbevattende geneesmiddelen zoals pijnstillers, zoals slaapverwekkende middelen enzovoort. Die zitten dus in dezelfde scheikundige categorie als, hou je vast, heroïne, morfine en andere neurologische pijnstillers en dergelijke. Dus ja, het zit in die afdeling. Het is dus niet om mee te lachen. Nu, even een beetje biologie. Een typische proteïne, dus als wij proteïnen eten, we krijgen dat binnen via vlees, vis, eieren. Maar je hebt ook een aantal plantaardige proteïnen. Enfin, typische proteïnen, die eten die op. En die worden in onze vertering, tijdens onze vertering, worden die door onze verteringsenzymen opgedeeld in kleine stukjes. Dus eigenlijk moet je dat zien als een ketting van allemaal pareltjes aan elkaar gereigd. En die vertering, onze verteringsenzymen, die maken die los van elkaar. Okay? En dan komen die deeltjes, dat zijn aminozuren, komen die in ons bloed. En vervolgens gaat ons lichaam die vastpakken en gaat er nieuwe proteïnen mee maken. Kun je nog volgen? Dus proteïneketting,
wordt afgebroken in aminozuren. Die aminozuren worden gepakt door ons lichaam en die maakt er dan weer nieuwe nuttige, voor ons lichaam nuttige proteïnen mee, waar dat onze cellen, onze spieren en onze huid en bindweefsels en zo wordt mee opgebouwd. Proteïnen zijn de bouwstenen van onze cellen. Alright. Nu, zuivel werkt niet zo. Ik wist dat niet, maar ik heb het dus nu ook geleerd. Zuivel, dat zijn dus ook proteïnen, maar die gaan niet zoals de andere proteïnen allemaal aparte aminozuurtjes worden. Die gaan dat wel voor een deel doen, maar die gaan dan ook nog voor een deel andere strengen maken. En die strengen, die zijn bioactief. Wat betekent dat? Die gaan ook via de spijsvertering in ons bloed. Maar die passeren de bloed-breinbarrière. En let nu goed op. Die gaan zich hechten aan de breinreceptoren in ons hoofd. Zijn we klaar? Waar ook heroïne zich aan zou hechten, mocht je heroïne nemen. Dus... voilà. Dus we worden gewoon letterlijk verslaafd. We worden gedrogeerd, dat wil ik eigenlijk zeggen. We worden gedrogeerd als we kaas eten. En dat is wat het zo verslavend maakt. Oh my god. Waarom, in godsnaam, zitten die casomorfines daarin? De natuur, die laat niets aan toeval over. En volgens Neil Bernard... is het zo dat, kijk, stel het je zo voor. Een babykalfje, die dus moet zogen bij zijn mamakoe. Stel je voor dat dat kalfje zegt van zich. Moeder, ik ga vandaag niet komen zuigen. Ik ga geen melk komen drinken bij jou. Ik ga met mijn vrienden een bos in. En tot over een paar dagen. Dat gaat niet goed komen. Of stel je voor dat... je een baby krijgt en je hebt alleen maar borstvoeding te geven. Er is niks anders voorhanden. En je baby wil niet drinken aan die borst. Dat gaat ook niet goed komen. Dus, kijk, als een zoogdier melk maakt, dan een lichaam melk maakt, dan stopt dat daar een aantal dingen in. Proteïne, water... suikers in de vorm van lactose, vetten, hormonen en ook nog een aantal feel-good stofjes. Daar hebben we het nu over. En dan moet je maar eens, om het te snappen, moet je maar eens voorstellen, moet je maar eens kijken naar een baby die aan mama's borst melkje drinkt. Die baby die is helemaal uitgelaten en die komt aan die borst en die valt in een soort sluimerstand. En dan zegt iedereen, oh, dat is toch schoon. Zie eens die speciale band die de moeder heeft met haar zogende baby. Ja, eigenlijk zou je kunnen zeggen, ze is haar baby gewoon aan het drogeren. Dat is een beetje negatief gesteld, maar je snapt wat ik bedoel. Je snapt waar het op neerkomt. Dus die stofjes zitten daar niet zomaar in. Dat is echt goed bedoeld door de natuur om ervoor te zorgen dat die babykalfjes, die babytjes, alle babyzoogdiertjes, dat die zin hebben om aan die speentjes melk te drinken. En ga maar eens na, het is zo dat zolang dat zoogdier melk nodig heeft en melk drinkt, is er melk. Maar als hij dat niet meer nodig heeft, dan komt er ook geen melk meer. Maar de mensen zijn zo creatief dat ze er iets op hebben gevonden. Waardoor dat je die casomorfines gewoon heel je leven lang kunt krijgen. In gigantische hoeveelheden. Snap je het een beetje? Wie is er aan het kijken die verslaafd is aan kaas? Ik heb ontzettend veel berichtjes gekregen van mensen die zeiden, ik kan niet wachten om jouw uitleg te krijgen over waarom het verslavend is, want ik ben zo verhangen aan mijn kaas en ik vind kaas zo moeilijk om op te geven. Kom aan, ik weet dat er mensen aan het kijken zijn. Laat even weten dat je kijkt. Zeg even dag, dan kan ik persoonlijk dag zeggen. Dat is altijd tof. En laat mij weten... Stefanie, je hebt het vorige keer al laten weten, hallo, dat jij kaas eet en bijna elke dag kaas eet of at. En misschien na deze informatie ga je er toch wel op een ander
op een andere manier naar kijken. Ja. Ja, Henny, jij kijkt erop. Verslaafd is misschien een groot woord, maar je vindt het wel lekker. Ja, ik moet eerlijk toegeven, ik vond het ook wel lekker. Trouwens, nog iets anders. Want ik zie natuurlijk veel dames die willen afslanken. En er is onderzoek gedaan, onder andere met Dr. Bernard. En er is uitgekomen, dus het is echt een grootschalige... Is het echt? Alle IJslanders zijn verslaafd aan kaas. Oh my god. Dus ze hebben een grootschalige studie opgezet. Duizenden mensen. En ze hebben verschillende type mensen genomen. Ze hebben echt mensen genomen die vlees eten. Ze hebben dan mensen genomen die vegetariër zijn. Die toch ook nog vis eten. Die zuivelproducten eten. Vegetariër zijn. En dan heb je de veganisten. Veganisten zijn mensen. Dat zijn geen inwoners van de planeet. Of geen bewoners van de planeet. Vegas? Nee, dat zijn mensen die geen dierlijke producten eten of drinken. En daaruit zijn ze gaan kijken welke mensen hebben het nu het gemakkelijkste om af te vallen en om op gewicht te blijven en vooral om een gezonde, toen nog BMI. Is jullie bekend BMI? Dat is je gewicht bekeken ten opzichte van je lengte. Dan is gekeken wie heeft... Grosso modo, wie heeft gemiddeld gezien de meest gezonde BMI? En een gezonde BMI wordt beschouwd als onder de 25. Onder de 25. En dat bleken de veganisten te zijn. En toen zijn ze gaan vergelijken met wie is de tweede beste groep. En dat waren de vegetariërs die zuivel aten. En dan zijn ze gaan kijken wat is het verschil, het wezenlijke verschil tussen die twee. Het was wel een aanzienlijk verschil hoor. Ik geloof dat de vegetariërs die zuivelproducten aten, dat die ergens met een BMI zaten van rond de 33 gemiddeld. En de veganisten die zaten onder de 25. En dan zei ik, kijk, wat is het wezenlijke verschil tussen die twee groepen? En dat waren zuivelproducten. Oké, dus met andere woorden, als je zuivelproducten elimineert of beperkt... Dan ga je makkelijker afslanken en dan ga je ook veel makkelijker op gewicht blijven. En ondertussen weet je nu hoe het komt dat je zo verhangen bent aan die kaas en dat je er zo verslaafd aan bent. Nog iets. Ik ben eens gaan kijken van, is dit eigenlijk algemeen bekend? Wat ik nu allemaal verteld heb. Oh ja, dat is echt geen geheim. De zuivelindustrie weet dat zeer goed. De overheid weet dat zeer goed. En verder hou ik mijn mond. Als ik zie hoe zuivel nog altijd gepromoot wordt door de overheid, ja, dan durf ik mij daar toch soms wel een beetje vragen bij stellen. En als kritische burger denk ik dat dat altijd goed is om eens na te gaan van, tja, is dit hier wel... Voor ons in ons belang allemaal. Maar goed, dat moet je zelf maar uitmaken. Ja, dat is ernstig. Absoluut. En ik moet eerlijk toegeven, dat zijn dingen die mij... dat raakt mij. Ik vind dat eigenlijk hallucinant welke invloed, impact de voedingsindustrie in het algemeen heeft op onze gezondheid. En ja, je weet wat mijn leuze is en ik heb het niet uitgevonden. Dat heeft Hippocrates al heel lang voor mij en voor vele anderen gedaan. Dat is laat voeding je medicijn zijn en je medicijn voeding. Maar dat ga je niet doen met zuivel. Dat ga je niet doen met kaas. Oké? Dus kijk, dit is onder andere... Hallo, dag Maria. Dit is onder andere de reden en hoe meer ik erover leer... Je weet dat ik een levenslange student ben. Hoe meer ik erover leer, hoe meer ik mijn coachees, mijn klanten ga aansporen, ga aanmoedigen om op zijn minst te testen. Jess, ik zeg te testen. Omdat ik jouw naam zie verschijnen, Jess. Hey, ja hoor, alles prima met jou. Op zijn minst te testen of en in welke mate zuivel en met name kaas
een impact heeft op hoe je je nu voelt en hoe je er nu uitziet. En mij hoor je echt niet zeggen dat je geen kaas mag eten. Ik ga zo'n dingen nooit zeggen. Maar als jij ervaart dat je je veel beter voelt na 24 dagen geen kaas gegeten te hebben, en je gaat het daarna een aantal dagen wel eten en je krijgt terug de klachten van tevoren, ja, dan is het wel duidelijk dat het niet echt een go voor je is. Of tenminste, dan weet je op zijn minst welke keuzes dat je kunt maken. Je hebt altijd de keuze, je kunt altijd zelf kiezen. En wat ik dan bijvoorbeeld doe, want dat is een vraag die ik dan vaak krijg, ja, maar en wat met geitenkaas en wat met schapenkaas? Wel, dat is al in elk geval een stap vooruit ten opzichte van koemelkkaas. Maar je blijft natuurlijk met dezelfde elementen zitten als waar ik het nu over heb gehad en ook vorige week in mijn video waarin ik heb uitgelegd waarom je er dik van wordt. Nu, het gebeurt wel eens dat als je darmen in balans zijn en als je darmen schoon zijn en als je lichaam schoon is en als je immuniteit in balans is enzovoort, dan kan het wel eens zijn dat je lichaam toch om kan met die geitenkaas en met die schapenkaas. Maar dat is iets wat je moet testen. Weet je, voor sommigen werkt het wel en voor anderen niet. En voor sommigen kan het vandaag niet en binnen 3 maanden wel. En dat is precies wat ik mijn coaches leer in mijn programma. Van ga ermee aan de slag en ga in fase werken en test het uit. En score je klachten en monitor alles. En zo maak je je voeding en je klachten meetbaar. En maak je krijg je de inzichten en maak je de linken. En dat is volgens mij de enige manier waarop je voor de rest van je leven bepaalde keuzes wil maken. En biologische boerderijkaas. Ja, weet je wat het is? Die biologische boerderijen die bedoelen natuurlijk goed. En het voordeel dat je daar zal hebben, is dat de koeien tenminste geen hormonen krijgen en geen antibiotica. En dat die niet grazen in gewassen, aan gewassen die vol zitten met herbicides. Dat is een voordeel. Maar je krijgt nog altijd de hormonen binnen. Kijk, ik zeg altijd ten eerste, een koe heeft 4 magen. Dat voedsel gaat van de ene maag in de andere. Dus ook dat babykalfje heeft al 4 magen. Hè? Want het is uit de 4e maag dat lepstremsel wordt gehaald. Hoeveel magen hebben wij? Voor zover ik weet, maar eentje. Bovendien, het voedingsmateriaal dat in die melk zit, en dus ook in die biologische melk, die zorgt ervoor dat een kalfje, een pasgeboren kalfje, in minder dan 1 jaar een grote koe wordt. Snap je wat ik bedoel? Daar zitten stoffen in die wij niet nodig hebben. Daar zitten hormonen in die wij niet nodig hebben. Ook al zijn biologisch en proper en zuivere dingen. Volgens mij... Nee. Maar als je nu zegt van ja, sorry Tanja, dat is allemaal wel goed en wel, maar ik ga lekker mijn kaas blijven verder eten. Dat is jouw keuze. En als je dan zegt, zou ik dan beter biologische kaas eten dan gewone kaas? Ja, dan zou ik zeggen ja. Maar ik zou het niet doen. Of toch niet te veel. Oké. Lieve mensen. Does it make sense wat ik hier vertel? Ik heb nog wat reacties zien verschijnen die een beetje omhoog zijn gegaan. Dag Julie. Oh, Isabel. Ah, hey Isabel. Ja, je zat er ook op te wachten, hè, op deze uitleg. Heb je hier iets aan? Laat het mij weten. Of je er iets aan hebt. Trouwens, even meegeven dat in de groep van de 10 dames die gestart zijn met mijn Beta Lounge programma, zijn er een paar plekjes vrijgekomen. Op dit moment heb ik nog 2 plekken die tijdelijk zijn vrijgekomen en die dus kunnen ingevuld worden. Dus mocht je alsnog interesse hebben om wat meer te leren over dat programma en om te kijken of het misschien iets is wat jou kan helpen afslanken, dan nodig ik je uit op mijn website, hebjelichaamlief.be.
En daar kun je een aanvraag doen voor een 1-op-1 inzichtensessie, een inzichtenconsult, waar dat we gedurende een half uur even gaan kennismaken en praten en kijken wat je wil bereiken en checken of we elkaar, of ik je kan helpen en of we elkaar dan kunnen vinden in een samenwerking. Okay? Ik geef het maar even mee. Alright, en trouwens, ik kan al zeggen, er zijn dames, de dames die aan de slag zijn, die hebben al hele mooie resultaten neergezet. Er is er eentje bij die al wat verder in het programma zit en die is super enthousiast, die heeft meer energie, die slaapt ook beter, is de kilo's kwijt die ze al lang niet meer kwijtgeraakte. Dus het gaat over meer dan alleen maar de kilo's verliezen, het gaat echt werkelijk ook over de gezondheid te verbeteren. En dat is uiteindelijk het grote doel. Oké. Hebben jullie hier vragen over, bedenkingen, opmerkingen? Ik weet niet wat ik nu allemaal aan het doen ben, maar ik wilde gewoon de commentaren even zien. Alright. Als jullie hier op willen reageren, alsjeblieft doe. Stel je vraag, geef je reactie mee hieronder. Dan, ik ga ze met veel plezier bekijken, beantwoorden. Als het een leuke reactie is, des te beter. Als het geen leuke is, ja, die mag er ook zijn. En als jullie een bepaald onderwerp hebben dat jullie graag door mij zouden willen behandeld zien in deze Happy Leven Lief Show, laat dat dan ook gewoon even weten. Ik ga er mij met zeer veel plezier op storten en er jouw zinnige dingen over meegeven. Ik hoop dat ik jou hier een stukje mee heb ingelicht. Als je iemand kent die heel veel kaas eet en die misschien wat gezondheidsklachten heeft of zo, alsjeblieft deel deze video met die persoon of tag die persoon in deze video. En zo ben jij misschien de persoon die het verschil heeft weten te maken in een mensenleven. En zo helpen we elkaar hier allemaal een beetje en maken we er toch een betere, gezondere wereld van. Oké, ik wens jullie een hele mooie, fijne avond en ik zie jullie graag in de volgende video. Bye bye!